Hoogbezoek voor Den Bosch. Minister Plasterk nam maandagmiddag een kijkje in de stad. Hij bezocht het Sint-Jans Lyceum en het theater aan de parade. Daarna volgde een wandeling door het Bossebroek en een vaartocht op de Binnendieze. De minister bracht een werkbezoek om zich te laten informeren over de gang van zaken in de provincie. Het is mooi om de stad te zien, maar ik ben ook om van mensen te horen van hun ervaringen. Eigenlijk ging het vandaag over twee onderwerpen. Het ene is het herindelen van gemeenten. Dus we hebben wat gemeentebesturen gesproken die op een andere manier zijn ingedeeld. En over de zorg en de manier waarop de gemeente steeds meer zorg bij mensen thuis aanbiedt. Gesproken werd onder meer over de gemeentelijke herindeling van Os, Maasdonk en Den Bosch. De minister is erg te spreken over de snelle bestuurlijke gang van zaken. Het is hier goed gegaan. En daar kun je dan van leren, ook misschien van andere plekken in het land. Als je wil dat het goed gaat, wat je dan moet doen. Het korte werkbezoek werd na de vaartocht afgesloten.